Yo guys, welkom bij een nieuwe aflevering van Horror met Dodo. De vorige keer weer likes. Nice jongens, lekker bezig. Mocht je nu tijd hebben, doe even snel een duimpje omhoog. Ik ga ondertussen verder. We zijn ontzettend lekker bezig met spelen. We zijn echt goed bezig. We maken progressie als geen ander. En nu zitten we dus nog steeds in het riool. En proberen we eruit te komen. Ik had wel een batterij gevonden, dus ik kan iets langer... bezig zijn. Oké, we gaan weer omhoog. Niet iemand erboven staan. Oh my lord. Zou die vriendelijk zijn? Ik kan moeilijk naar beneden. Niet schrikken. Je weet dat er iets is, Wouter. Niet schrikken. Nice. Admin blok. Oké. We zijn nog steeds in het riool. Ik kreeg van net een nieuwe opdracht. Find a way out of the sewers. Daar ben ik toch altijd. Daar ben ik de hele tijd mee bezig, man. Wat denk je dan dat ik hier doe? Vakantie vieren of zo? Ik ga via de zijkant lopen. Ik weet niet of er stoom uitkomt of zo. En nu ga ik via deze zijkant. Als hier. Als hier iemand uitkomt. I can tell we're the same. You still know it's real. Yeah. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. Echt waar? What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? Dat is een goede vraag. That's the question. Ja. Zijn dokter was al dood en die voert experimenten uit op levende mensen. Waarom zou je dat doen? Ik zie een batterij. Kom op, jongen. Je moet een batterij zitten. Wat voor notitie maak je? Heb jij een batterij toevallig? Dat zou echt super handig uitkomen voor mij. Maar oké. Een dode dokter die dus dingen doet op levende patiënten. Ik weet niet wat hij zou kunnen doen. Misschien probeert hij erachter te komen hoe hij weer levend wordt. Male ward en de female ward. Bloederig zootje. Ik ga denk maar naar de vrouwen. Ik heb het gevoel dat het daar gebeurt, weet je wel? Niet het bloed dan. Alhoewel, dat kan wel. Maar ligt eraan welke dag van de maand het is. We gaan in ieder geval naar de linker, denk ik dan. De male ward. Ik ben trouwens helemaal geen vrouwen tegengekomen. Wow. In ieder geval niet leuke vrouwen. Maar ja, ik ben ook geen leuke mannen tegengekomen. Alhoewel, die gast vond ze net wel zo aardig. Dat moet ik hem nageven. Oh, oké. Waar zitten we? Is dit zonlicht? Dat zou echt super zijn, jongens. Dan zijn we al gewoon bijna klaar. Wat is dit? Oh, ik wil dat oppakken, maar het is een darm. Oké. Wat is hier? Oh. Wat is dat? Oké. Kunnen we hierdoor? Nope. Dan maar hierdoor, denk ik. Dit is zo'n nauw gangetje. Dit is echt niet chill. Mijn batterij is bijna op. God, jongens. Ik wil niet dood. Niet hier. Niet. Oké. Echt waar, ik heb me nooit zo intens gevoeld tijdens games. Of bang. Al ben ik lang niet geschrokken. Oké, hier kan ik niet omhoog. Kan ik dit omdraaien? Nee, ook niet. Hier onderdoor. Oké. Maar waar zijn we? Kan iemand mij dat uitleggen? Oh!
Wauw. Wie zit daar? Is dat zijn kamer of zo? Woont hij daar? Real, bro. Dan heb je echt een klein kamertje. Lijkt net een studentenflat, man. Kom op. Hebben we hier iets? Batterijen? Please, please. Ik heb een batterij nodig. Ik moet dit laten zien aan mijn kijkers. Maar ik ben te scheiterig om hem uit te doen. Oké, laten we hem open doen. Hier kunnen we naar links. Maar wat moet ik dan doen als mijn batterij op is? Wat kan ik doen? Dan zit ik gewoon in het donker. Letterlijk. Ik zit dan letterlijk... Oké. Ik zal maar een beetje aan en uit moeten doen. Hier zie ik net het hoekje. Ik weet niet wie er aankomt of zo. Hallo, kan ik erop? Waarom kan ik daar niet op? Oké. I don't care. Ik wil alleen maar door. Ik wil alleen maar door. Ik wil alleen maar door. Ik zie echt niets, want deze batterij is ook al bijna op. Ik denk dat ik recht vooruit moet. Niet dat ik iets zie. Oh, wow! Oké. Auw. Waar moet ik heen? Dude, je staat voor me. Je staat voor me. Ga weg, man. Oh, en dat was mijn hart. Hoe de heck moet ik dat ooit halen zonder batterijen? Het is zelfs donker om het laatste scherm te zien. Oké, hoeveel batterij heb ik nu? 2. Oké, dat zou dus genoeg moeten zijn. Neem ik aan. Okay, hier kun je dus dat donkere. En daar zit dus die vent ergens in het midden. Kan ik dit draaien of zo? Maar waar is hij dan? En waar moet ik heen? Misschien moet ik mezelf niet desoriënteren. Ik denk naar dat lichtere stukje. Ik weet niet waar die is. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Oké, ik doe hier alleen naar boven. Laat me er langs. Laat me er langs. Oké. Let's go. Let's go. Let's go, team. Oké. Is goed. Lekker bezig. De mail wordt. Maar daar kwam ik net vandaan. Whatever. Oké, ik ga al. Oh. Juked for days. Oké. Ga ik hier goed? De mail wordt. Ja, ik neem maar dat ik daarheen moet. Oké. Op naar beneden. Nee, hier ben ik al geweest. Daar rende iemand. Was dat die gast met die studentenkamer? Waar komt die vandaan? Hij komt van die kant, maar die kan er helemaal niet in. Maar ja, als hij in die studentenkamer zat, dan is hij wel gewend om dat soort kleine ruimtes te zitten. Oké. Let's go. Wie schreeuwt daar? Klinkt niet goed. Zou ik wel deze kant op moeten? Ik denk het haast wel. Maar ik ben hier natuurlijk al wel geweest. Oké, het laden. Oh. Lekker. Ik maak er een notitie van. Ik weet niet precies wat ik opschrijf. Waarschijnlijk vlees in de uitverkoop. 30% korting. Vooral op dat lekkere stukje daar. Ik kan me toch echt zweren dat ik hier ben geweest. Reach the ground floor of the mill ward. Dus ik moet de begaande grond bereiken. Ik duw dit even weg, jongens.
van de woord van de gevangenis, neem ik aan. Oké, guys. Niets aan het handje. Wat doe jij hier? In je broek geplast? Real? Uh-oh. Ik dacht echt, ik ben de Sjaak. Ben ik waarschijnlijk ook, daar niet van. Ik zal meteen hier links kijken, want meestal vergeet ik deuren. Fingers first, then balls, then tongue. Eerst vingers, dan de ballen en dan de tong. Oké. Ik weet niet precies wat het... wat voor een handig iets dat is om te weten. Omhoog, de ground floor. Ja, maar ik weet niet. De ground floor is... Zit ik nu... Laag? Of niet? Wie klopt er daar? Wie is aan het kloppen? Waar ben je dan aan het kloppen? Waar wil je doorheen? Ik weet niet waar je bent. Hier? Zo hier? Oké, ik laat je wel, Gaan we de andere kant op. De ground floor, ja, de begaande grond, maar ik weet helemaal niet waar dat is. Als ik naar boven ga... Oh. Nee. Het zal niet deze kant zijn. Oké. Dan gaan we maar daarheen. Let's do it. Maar voordat we dat doen wil ik even de episode afsluiten en gaan we dat volgende week zien. Jongens, ontzettend bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een like omhoog te doen. Check ook zeker mijn kanaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende keer weer waar ik even die deur ga openen. Guys, bedankt voor het kijken. Ciao.